Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. En dit keer eigenlijk iets heel bijzonders. Vorige week was ik een week in het buitenland op vakantie in Oostenrijk, omdat mijn vrouw daar vandaan komt. En mij viel op dat in Oostenrijk dezelfde discussie heerst als dat die in Nederland heerst. De discussie over klimaat en over milieuvriendelijk omgaan met zaken. Regelmatig word ik door mensen aangesproken die mij vertellen dat 3D-printen helemaal niet zo goed is voor het milieu. En in zekere zin hebben ze daar gelijk in, want veel van de materialen waarmee wij printen zijn nu eenmaal niet biologisch afbreekbaar en zijn derhalve simpelweg plastic, zoals er een heel plastic eiland in de oceaan drijft. En dat is natuurlijk op zich niet zo goed. Ik zie ook bijvoorbeeld dat in Amerika er heel erg veel met PETG, dat is waar limonadeflessen van gemaakt worden, mee wordt geprint, of met materialen als ASA. En dat zijn dus allemaal niet van die extreem vriendelijke plastics. Echter, en dat zult u ook vast en zeker misschien wel eens gehoord, gelezen, gezien hebben, wordt er steeds ook gesproken over dat PLA, het materiaal waar we vooral in Nederland denk ik veel mee printen, dat dat biologisch afbreekbaar is, omdat het gemaakt is onder andere van plantenextracten als bijvoorbeeld maiskolven. Het schijnt zo te zijn, dat weet ik niet zeker, maar dat schijnt zo te zijn dat je als je een PLA geprint object 3 jaar lang legt in zout water, dat het dan grotendeels opgelost is, ja of nee. Nou, dat is eigenlijk wat ik in deze video wil gaan beginnen aan te tonen. Wat ik ga proberen is het volgende. Ik ga een 3-tal objecten printen. Daar ben ik op dit moment mee bezig. Dat hoor je ook wel in de achtergrond. Misschien zie je het zelfs aan de video, aan het klein beetje trillen ervan, omdat die op dezelfde tafel staat als waarop de printer staat, ook mijn camera op. En die 3 objecten die ga ik in bakjes met water leggen. 1 bakje met gewoon water, normaal kraanwater. 1 bakje met water gevuld met een lading suiker, wel opgelost natuurlijk, dus een soort suikerwater. En natuurlijk dan ook een bakje met zoutwater. Kijk, ik had natuurlijk voor aceton kunnen kiezen, of voor isopropanol, oftewel bijna 100% alcohol. Alleen dat zijn op zich niet echt van die milieuvriendelijke materialen om mee te werken. Terwijl water met suiker en met zout en gewoon los water, dat is eigenlijk gewoon normaal in onze natuur. Vandaar dat ik die waters ga proberen. En in elke video die ik nu ga maken vanaf nu, of dat nu over 3D printen gaat of over CNC frezen, zal ik een klein stukje inlassen om te laten zien hoe de voortgang is van de de teloorgang van het PLA. Dus de objecten in hoeverre die afbreken in dat water. Ik moet er wel gelijk even één ding bij zeggen. Dat is, ik wil geen politiek statement maken, absoluut niet. Maar ik ben een beetje bang dat als wij het milieu onder controle willen krijgen, stikstofbeleid, plastics, noem het maar op, moeten we natuurlijk bij onszelf beginnen. Dat is zonder meer waar. Maar ik weet één ding zeker. En dat is dat als wij de derde wereldlanden niet meekrijgen op deze manier, dan heeft het weinig zin dat wij ons hiermee bezighouden. Natuurlijk, er moet ergens begonnen worden. Maar als we alleen al kijken, ik weet niet of je wel eens de Volvo Ocean Race hebt gekeken. Ik kijk daar eigenlijk vrij veel naar, dat soort programmaatjes die je op YouTube heel veel vinden kunt. En als ze daar moeten varen, bijvoorbeeld door de straat van Malacco, en dat is bij Indonesië, dan zijn ze bang voor al het plastic waar hun roer en hun motoren en dergelijke eventueel voor in terecht kunnen komen. Een groot deel van dat plastic in die oceaan is natuurlijk van ons afkomstig, maar een nog veel groter deel van derde wereldlanden, met name in Azië. Kijk ook voor de grap eens naar Afrika, kijk naar Nigeria. Ik weet niet of je die beelden wel eens gezien hebt van de kust waar olietankers liggen die uit elkaar gehaald worden daar. Nou ja, goed, er zijn heel veel voorbeelden van te noemen. Het is een kleine politiek statement die ik daar maak, hè? Dus
om met milieu aan de gang te gaan, moeten we niet alleen bij onszelf zijn, maar ook zeer zeker zorgen dat de landen waar men zich daar totaal niet over bewust is, toch bewust te krijgen. Anders doen we het eigenlijk voor niets. Ik begrijp dan ook wel een heel klein beetje de woede van de boeren in Nederland. Ik sta er niet helemaal achter, dat moet ik erbij zeggen. Want zo arm als dat ze claimen dat ze zijn, zo arm zijn ze zeker niet. Ja. Maar het is wel heel duidelijk dat zeg maar, de maatregelen die we willen nemen misschien wat te extreem zijn. En dan zeker voor een klein landje als Nederland. Want als de rest van de wereld niet meedoet, verandert er echt niets. Maar ik ben wel met je eens, er moet iets veranderen. Dat is ook de reden waarom ik hoofdzakelijk met PLA print. Ja. En vandaar dat ik ook deze test met PLA maak. Want als PLA inderdaad blijkt zo biologisch afbreekbaar te zijn zoals men dat ervan schrijft en zoals men dat zegt, dan ben ik blij dat ik met PLA print. Ook al zeggen al die mensen tegen mij dat 3D-printen niet zo milieuvriendelijk is, want dan valt het wel mee. Maar ik zou het wel graag bewezen willen zien. Nou, dat ga ik dus doen. Ik ben dus die drie objecten aan het printen. Dat zijn kogellagers, als het ware. En die gaan dus in die bak met water. Drie verschillende bakken water, gewoon water, suikerwater, zoutwater. En dan is de bedoeling dat we elke video die we vanaf nu maken, daar een klein onderwerpje over om te kijken van hoe staat het daar nu mee. Zometeen zal ik nog even laten zien hoe dat eruit ziet in die bakjes. Alvast tot de volgende keer. Daag. Zo, ik heb hier de proefneming voorbereid. En we gaan nu, ik heb drie plastic bearings print, alle drie keurig werkend. En zoals je misschien kunt zien, heb ik van links naar rechts één keer met gewoon water. Je gaat de bearing voor het gewone water in. Op dit moment blijft hij nog drijven, maar die zal wel een keertje zinken. In het midden suikerwater. Flink wat suiker erin, dus het is flink gesuikerd. Die gaat daarin. En de laatste, dat is het zoute water. En daar gaat het laatste object in. Op dit moment blijven ze drijven bovenin. Dat is op zich niet zo erg. Ik weet niet of ze wel of niet zullen blijven drijven of dat ze zullen zinken. Ik denk uiteindelijk dat ze zullen zinken. Omdat ze slechts met 10% infill geprint zijn. En dan zal dus ook de infill gevuld worden met het water. En ik ben nou benieuwd natuurlijk bij elke keer als we nu een video gaan maken, of dat nu over 3D printen is of over de CNC frees, dan zullen we deze drie bekers tevoorschijn halen en gaan we kijken naar de toestand van de bearings. Nou, goed. De eerstvolgende video gaan we dat dus zien. Nou, tot de volgende keer. En dan hoop ik we resultaat gaan zien hierin. Dag!